Jazeker, het zou bijna niet doorgaan. Ja, dat is toch een stukje traditie wat je niet wil overslaan. En dan nog een keer met zo'n weer. Ja, dat geeft iedereen lekker weer een winters gevoel. Met een heerlijke ertessoep. Ja, op is op. Dus het is ieder jaar nog, ik geloof dat we vorig jaar op 1100, 1200 telkens zaten. Liter. En nu zitten we op ruim 700, 800 liter, begreep ik. Dus ja, op is op, helaas. Al in de vroege uurtjes staat de handel klaar op een marktkraampje bij de lokale supermarkt. De ertessoep wordt altijd 's nachts, maar nu dus gisteren al vers gemaakt. En de bewoners hier zijn altijd heel blij in het dorp, want dan, de soep is echt nou binnen een paar uur op. Zelf gemaakt voorheen bij Calorama en nu bij een lokale slagerij in Ulft, waarvan de eigenares iemand uit Beek is. En die is bereid geweest om ons te helpen daarmee. Met het geld wat opgebracht wordt, kunnen we weer goede dingen doen voor de mensen hier in het dorp. Dat is voor de jeugdcarnaval hier en voor het oudere carnaval bij het Hufke daar. De soep wordt niet alleen verkocht bij de lokale supermarkt. De leden trekken ook het dorp in, zodat iedereen kan genieten van de verse snert. Er zijn 5 busjes die het dorp ingaan. We hebben allemaal een stuk of 5, 6 man die langs de deuren gaan. We bellen aan en dan een goeiemorgen. Wij zijn de kavalieren, wilt u weer snert kopen vandaag? En dan is het eigenlijk altijd ja. 5 busjes door heel Beek. Ja, iedereen heeft ons een eigen wijk. En dan per busje zijn er een stuk of 3, 4, 5 medewerkers die dan van deur naar deur gaan. Dus probeer te verkopen. En als mensen nee zeggen van, nou nee, ik hoef niet, ik moet nog weg. Of dan proberen we ze altijd over te halen om toch iets te kopen. En soms lukt dat en soms niet. 60-70% van Beek koopt de ertessoep. Dus ja, dus iedereen is een beetje vaste klant hier, hè?